teleurstellend gevoel natuurlijk. Ik denk dat we goed bezig waren met een goede reeks. En we hadden alle vertrouwen in om vandaag ook voor een goed resultaat te gaan voor de interlandbreek. Maar dat is helaas niet gelukt. Teleurgesteld ben ik wel, ja. Maar teleurgesteld in met name dat we een aantal dingen gewoon nog beter en sneller moeten leren herkennen op het veld. En ik had gehoopt dat we daar iets verder in zouden zijn met elkaar. Dat we een aantal momenten dat je sneller handelen, sneller denken, sneller aansluiten. Ja, en dat hadden we vandaag niet goed voor elkaar. Kun je zeggen dat dit AZ gewoon te goed was voor ons? Nou ja, als je gewoon over heel de wedstrijd kijkt wel. Ik denk dat ze de tweede helft na 3-0 gewoon heer en meester waren. En ik denk dat als je gewoon kijkt hoe de wedstrijd loopt. Ik denk dat we aardig beginnen. Ik denk dat we wel meer de bal hadden. En dat we iets eerder druk hadden kunnen zetten. Maar ze lieten ons eigenlijk ook aan de bal. Alleen ik denk dat wij iets directer moesten gaan voetballen. Wat we eigenlijk nalieten. Hadden we ook in de rust besproken. En ja, ik denk voor hun twee goals krijgen wij nog een grote mogelijkheid met Mitchell. En nog eentje die misschien beter terug moet leggen. Dus ja, dat zijn ook twee grote mogelijkheden. Alleen goed, ja, die vallen dan niet. En dan volgens mij in de counter is het bij hun wel gelijk raak. Dus je gaat dan met een zuur gevoel de rust in. AZ was vandaag gewoon goed. En wij waren vandaag minder goed, vond ik. En dus terecht een nederlaag. Wat verwijt jij dan die jongens? Nou, ik verwijt die jongens eigenlijk daarin niet zo heel veel. Ik bedoel, ik denk dat wij als groep zijn er gewoon een aantal dingen gewoon beter moeten doen. Maar dat is wel het tempo waarin deze wedstrijden worden gespeeld tegen de top. Dat je, als je mee wilt, dan zal het tempo omhoog moeten. Met name het tempo van denken en herkennen. Dat moet omhoog. Ja, je baalt gewoon enorm van hoe het gelopen is vandaag. En je ziet wel dat we gewoon een strijd blijven leveren. En dat we wel blijven proberen. En zeker ook in de rust hebben we gezegd, jongens, probeer wat direct te voetballen richting Henk. Van het daaromheen te gaan creëren. Alleen ja, als hij natuurlijk na een minuut of 5-6 er weer in ligt, 3-0, ja, dan wordt het natuurlijk een heel lastig verhaal. En dan probeer je nog van alles wat te proberen, maar het mocht niet zo zijn. Kun je dan juist uit zo'n wedstrijd misschien wel heel veel halen? Ja, natuurlijk. We gaan het deze wedstrijd weer analyseren en dan gaan we de beelden weer uithalen. En dat weer bespreken met onze jongens. Dus absoluut. Maar ik denk overal, als je gewoon kijkt hoe waar we vandaan komen, hoe we ervoor staan, zijn we op de goede weg. En vandaag moeten we hier gewoon weer van leren. En in de interlandweek hebben we weer genoeg tijd om daarop voor te beduren.